ons maar pizza à la Carina. Ja. Friet met kipdunner. Ja. Nicky Kapsalon kipdunner met alleen sla en kip. Extra? Nee, extra sla. Ik zat op school, moest ik ergens gaan stage lopen, bij een bedrijf in Sommeren. En toen kwam een collega naar mij toe gelopen en die zei tegen mij van, hoe heet jij? Dus ik heb mij een echte naam gezegd. En toen zei hij van, ja, dit is allemaal veel te moeilijk, wij noemen jou Kareltje. En de bedoeling was, ik zou de 3 weken stage moeten lopen. Maar de 3 weken is uitgelopen naar 18 jaar. Mijn echte naam, Dunner zonder D. En achternaam is Assi. Deze in, als je in Nederlands draait, is kok. Dus ik ben eigenlijk goed terechtgekomen met mijn achternaam. Ik ben ermee begonnen, was mijn vader altijd op tegen, van ja, ik wil niet dat je in schommelzaak komt. Omdat puur alcohol en nachtwerk is. Ik ging dat toch doen, omdat ik toch financieel nodig had. Daarna ben ik zaak begonnen in Helmond, andere zaak, had ik zelf opgebouwd. Was mijn vader altijd op tegen en ineens hij liep binnen, hij kijkt zo, hij zegt, oh, ziet er toch wel goed uit. En toen is hij zelf een andere auto gaan kopen, voor, wagen, is hij zelf ook daarmee begonnen. En jaren later, door de jaren, heb ik de zaak gewoon weer verkocht, had ik even niks te doen. En toen was vader een beetje oud aan het horen. Hij zegt, wil je de wagen overnemen voor mij? En toen heb ik de wagen van mijn vader overgenomen. En toen ben ik hier komen staan. Ik kan me dat je dat nog heel, heel goed herinneren. Die kwam hier zomereind binnengereden. Er is een grote aanhanger erachter. Ik denk, oh, die mensen die is verdwaald of die pech of zo, weet ik veel. Ja, toen gingen op een gegeven moment de luiken open en toen zagen ze naam staan, Kareltje Kebab. En aangezien ik zelf uit Zomerijn kom, kwam ik er nogal lichtelijk langs. Dus ik pakte nogal lichtelijk een broodje bij hem. Ja, van het een kwam het andere. Toen heb ik nog een keer gezegd, van toen kwam hier dit winkelpand, daar kwam leeg te staan. En toen zei ik van, is er niks voor jou om mijn eigen zaak te beginnen? En zodoende zijn ze hier die zwarmezaak begonnen. En twee short kippen, één zonnesla, één metsla. Ik ben Turks. Ik blijf altijd Turks. Ik ben trots dat ik Turk ben. Mijn opa is gekomen hier, jaren 70. Daarna zijn mijn ouders gekomen, jaar 80 geloof ik, 75, 80. Daarna ben ik gekomen. 1989, 26 augustus ben ik in Nederland gekomen. Ik heb de taal geleerd, ik heb mijn klompen aan. Dus ik heb mij gewoon compleet aangepast. Meer kan ik het nu doen. Zelfs naam veranderd. En als dat iedereen zijn eigen beetje aanpast, dan werkt het veel makkelijker. Heb ook geen ruzie onder elkaar en geen flauwekul. Werkt veel beter. Ik heb een dochter, ik heb nooit tegen haar gezegd van je moet hoofddoek aan doen, want dat stelt het voor mij niks voor. Dus ik heb tegen haar gezegd van hou je eigen buiten binnen netjes. Je moet zelf weten wat je aandoet. Wel op een normale manier dan, als het maar niet is. En ja, daar ketst het wel eens af en toe, want dan wil ze iets anders aantrekken. Of als we op vakantie zijn, dan wil ze gewoon een korte broekje. En dat botst wel eens af en toe. Maar een van de andere manier, ik los dat wel op. Waar is de bonnetje nou? Was dat 2 schoten kip, nee, toch? Ja. Doe mij maar een kipsteekschoot. Doe mij maar een kapsalon. Doe mij maar een kapsalon. En mij zonder groent. En een kapsalon zonder groenten. Kapsalon shawarma. Friet. En dan shawarma vlees. En daarna een laag kaas erover. Mijn favoriet is schotel, lams, speciaal, paprika, champignons, uien met rijst. Dunner is, in Turks is het betekent dat het draait, rond draait. Dan kan je zeggen van dunner kebab is deze. Dan kan je ook zeggen, bewijs van dunner gyros. Ja, wij zijn een beetje anders bezig dan de andere collega's. Omdat ze alles kunnen halen. Frieten, snacks, kapsalons, pizza's, pasta's, alles. Het is kipdunner, lekker mals. Dat doe ik altijd, ik doe alles bijna een beetje woken. Want vroeger was het allemaal oude steen onder de grill. Maar ja, dat vind ik niet lekker. Want als je het vuur van onder hebt, bakt het veel lekker dan blijft het malser. Dan vind ik, persoonlijk vind ik het lekkerder dan onder de grill bakken. En daar gaan we streu van maken. Ik heb een hartstikke schone dochter, ik heb een gezinnetje, huisje, zaak. Ik ben overal tevreden. Alleen, misschien zou ik wel ooit wel een keer beroemd willen zijn.
dat iedereen mij kent. Hier kennen ze mij ook iedereen, dus dan wil ik het qua compleet Nederland gekend worden. Dat is geweldig. Ja. Hou hem, hè? Die kant, daar. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Je rijdt naar huis, hè? Ja, ja. Je bent een flauwekul, hè? Nee. Nee. Doei. Als ze droom willen eten, hier in Brabant, moeten ze bij mij komen. Ik ben de beste.